Ik zou zo graag een zwerver willen zijn. Maar ik heb twee dingen tegen. Ik ben een vrouw en bovendien ben ik te verlegen. Een fundamenteel maar heel begrijpelijk misverstand is dat ik in mijn jeugd al geconfronteerd zou zijn geweest met het demonische, angstaanjagende. Het tegendeel is waar. Dat later het leven de tegenkant laat zien, slaat dan des te gemener je vertrouwen kapot. Altijd heb ik getekend, zolang als ik me kan herinneren. De kunstnijverheidsschool. Het was er heus plezierig werken, maar op een gegeven ogenblik wil je toch verder, ergens anders heen. Na 4 jaar voelde ik dat ik meer mogelijkheden in mezelf kon ontwikkelen. De oorlog was voorbij en ik ging naar Amsterdam om toelatingsexamen te doen voor de Rijksacademie. Een heel klein percentage slaagde toen en ik was erbij. Amsterdam is me aanvankelijk vreemd geweest. Ik moest er leren leven, me aanpassen. Maar toen me dat gelukt was, vond ik de stad zo animerend en zo inspirerend. Je moet dat zien, hoe zo'n neger zit te blazen op zijn saxofoon, zich niet om de mensen bekommerend, helemaal opgaand in zijn muziek. Werkelijk, die mensen hebben al mijn liefde en genegenheid. Ze halen me uit de beroerdste stemming. Maar als ze weg zijn, dan zie ik mezelf met mijn stomme gecompliceerdheid. Ik zocht naar een zuivere lijn, naar het zuivere gevoel. Vooral geen toneel, geen pathos, geen gemakkelijk effect. Glas in lood dwingt je om die lijn gespannen te maken, geen vaagheden. Ik had er gevoel voor. Ik vind dat een muur een statisch karakter behoort te houden. Zeker in een ruimte waar de mens tot bezinning wil komen, moet de omgeving niet opdringerig en daarom ook niet emotioneel of te persoonlijk werken. Zou het dan toch wat worden? Een tentoonstelling van onze club. Met Jeff en Ger en ik. In Heerlen. De grote Jaffé, conservator van het stedelijk, schrijft het voorwoord. Opeens lag er een papiertje in de bus, de Prix de Rome, die een reis van 4 maanden door Italië inhield. Ik genoot van Italië. Wat een ongelooflijk heerlijk land. Ik tekende mappen vol. Opdrachten betekenden een bestaanszekerheid. Ik ben er wel echt van gaan houden, van op muren werken. Een langdurig werk waarvan je per dag enkele vierkante decimeters uitvoert, dat geeft je een zekere rust en stabiliteit. Ik zie in dat ik in mijn mozaïek geleerd heb. Daar zijn stukken zo gedachteloos en probleemloos gegroeid, dat ik ze zelf nu enigszins op afstand als werkelijk mooi en verblijdend ervaar. Alsof ik door mijn eigen werk van een geestelijke overspannenheid bevrijd word.
Het is beslist waar, als ik de geremdheid in mijn werk verlies, ben ik tot iets in staat. Ik ben sterk op weg mezelf te vinden. Ik zat vooral in de kerkelijke sfeer. Ik voelde dat ik met anderhalf been in de verkalkte traditie stond en met een half been in de eigen tijd, waar moderne vormen tot ontwikkeling kwamen. Van de ene kant deed ik wel oprecht en van harte dat werk voor de kerk, maar van de andere kant besefte ik ook dat er ergens een link was die gevonden moest worden en dat kon alleen vanuit de wereldse houding van vrij onderzoek. Toen kwam die Paus Johannes. Ik dacht, nu zit ik goed, want die hele kerk gaat nu anders worden. Later sloegen die open ramen weer zo flink dicht dat ik voelde, nu kan ik binnen die kerk niet meer mijn inspiratie halen. Ik moet ze halen waar het dieper zit. Diepere bewustzijnslagen, vrijer bezig zijn en onbezorgd genieten van de vondsten. Nu heb ik een tuin, in eigendom. Ik loop op mijn eigen gras, onder mijn eigen perenboom, onder de hoogste spar van de hele buurt. Dat wil zeggen, zolang ik hier woon. De spar en de perenboom woonden hier al tientallen jaren eerder en zullen er waarschijnlijk nog staan als ik er niet meer ben. Dat geeft me het gevoel van dit stukje grond met wat erop groeit een tijdje in pacht te hebben. Voorbijgaand. In eenzaamheid zwerf je. In eenzaamheid is stilte. Ik weet niets. Er is niets nieuws. Ik ben leeg. Alles is vol, veel te vol. Ik stik in de volte. Sporen van leven. Daar heb ik alleen maar op afgebeeld wat ik allemaal op woeste grond vond aan bordjes, doosjes enzovoort. En dat ik dacht, al deze dingen hebben een geschiedenis gehad. Daar zijn mensen mee bezig geweest. Waardeloos. En ik kan er toch iets van maken. Het was het eerste waar ik toen na zo'n ziekte, depressie, aan begon. Vroeger dacht ik dat alles heel harmonisch moest zijn. Als dat niet zo is, dan moet er wat aan gedaan worden, dacht ik. Het zal ook wel een beetje door de leeftijd komen, dat je nu ziet hoe alles uit elkaar kan vallen, verkeerd kan lopen. Dingen die je niet in de hand hebt. Dat dit niet alleen in het leven van de mens zo is, maar dat het in de hele natuur zit. Er is niets werkelijk helemaal gaaf tegen de tijd dat het volgroeid is. Zo is het leven. En pas als je dit accepteert, heb je een soort nieuwe wortel van waaruit je kunt leven. En is dat zwerven niet meer paniekerig. En toch, als het te goed wordt en het werken wordt te gemakkelijk, dan voel ik dat de dood in zicht is. Ik ben op het ogenblik net weer op dat punt dat ik voel, ik moet weer helemaal opnieuw beginnen. Dan moet je om dat begin te vinden weer door een soort crisis heen. Dat hoeft niet per se een persoonlijke crisis te zijn. Het kan puur op het beeldende vlak liggen. Dat je je opnieuw moet oriënteren op krachtige vormen, op
bepaalde kleuren die je misschien verwaarloosd hebt. Troost is horizontale, verticale. Rust. Evenwicht. Rond is gaaf. Beslotenheid. Rond is veilig. Driehoeken zijn variatie in rust. Overzichtelijk. Vertrouwd. Troost van deze vormen is als een monument ter nagedachtenis van dierbaren aan wat eens chaotisch, pijnlijk en ongrijpbaar was en toch dierbaar. Wat doen we met haar? Mij? Ik vlieg het liefst weg. Heel stil wil ik gaan, op een suisje van de wind, op een golfslagje van de Maas, op het fladderen van vlindervleugels, heel lichtjes, en ineens ook al heel ver weg, opgelost in heel verre verte.